Uit onderzoek blijkt dat zo'n 20 tot 30% van de mensen te weinig pensioen opbouwt. En dat zijn met name zelfstandige en gescheiden mensen. Nou, we vinden ook dat de pensioenopbouw en de pensioenwensen erg variëren tussen mensen. En daarom zou het wenselijk zijn als ons pensioenstelsel wat meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk maakt. Vanuit Netspar hebben we onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de pensioenen in Nederland. En we vinden dat gemiddelde huishoudens voldoende pensioen opbouwen. Dus als we alleen naar de AOW en de werknemerspensioenen kijken, dan zien we dat een doorsnee huishouden zo'n 71% opbouwt van het huidige inkomen. Als we dan ook nog de vrije besparingen meetellen, dus bijvoorbeeld de spaarrekeningen, aandelen en obligaties, en voor sommige mensen ook nog ondernemingsvermogen, dan komen we uit op zo'n 77% van het huidige inkomen. Als we dan ook nog de eigen woning meenemen, het feit dat als mensen een eigen woning hebben en die deels afgelost hebben, dat ze dan lagere woonlasten hebben na pensionering, dan komen we zelfs uit op 83%. Maar die variatie om die 83% heen, die is groot. Dus er zit zo'n een kwart van de huishoudens zit onder de 66% en een kwart zit boven de 103%. En de andere helft zit daartussenin. In de afgelopen jaren zijn er nogal wat fiscale veranderingen geweest. Heeft dat nog invloed gehad? Ja, de fiscale facilitering van de pensioenopbouw die is versoberd. En daar zullen vooral jonge generaties last van hebben, want die bouwen daardoor minder pensioen op. Nou wordt het wel voor een deel gecompenseerd door het feit dat de jongere generaties ook langer door blijven werken. Dus wanneer we mensen vragen naar hun gewenste pensioenleeftijd, dan geven ze een leeftijd van 64 jaar op, zowel jonge als oude generaties. Maar als we hen vragen naar hun verwachte pensioenleeftijd, dan geven de jongere generaties, bijvoorbeeld tussen 25 en 34 jaar, een verwachte pensioenleeftijd op van 68 jaar. Al met al lijkt me toch niet zo slecht gesteld met de pensioenopbouw in Nederland? Nou, er is wel zo'n 30% van de huishoudens die op dit moment minder dan 70% opbouwt. En zelfs 20% van de mensen die minder opbouwt dan wat zij zelf minimaal noodzakelijk vinden dat zij bij pensionering zullen krijgen. En dat zijn met name zelfstandigen en gescheiden mensen die in die kwetsbare groep zich bevinden. Maar ook mensen met een hoog inkomen, daarvan zien we dat zij kunnen beter een inkomensverlies dragen bij pensionering. Dat geven ze zelf ook aan, dat ze makkelijker een inkomensverlies kunnen dragen. Maar zelfs als we daar rekening mee houden, komen zij toch relatief vaak tekort. In deze grafiek zien we de pensioenopbouw van mensen met een laag en met een hoog inkomen. Aan de linkerkant zien we mensen met een laag inkomen en die zijn relatief veel afhankelijk van de AOW. Dan gaan we verder naar rechts in de figuur, dan komen we bij mensen met een hoog inkomen en die zijn relatief veel afhankelijk van de werknemerspensioenen en eigen besparingen. Nou, die werknemerspensioenen die staan onder druk en eigen besparingen moeten mensen zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Dus die hoge inkomens die moeten eigenlijk meer moeite doen om hun levensstandaard te kunnen behouden. Heb je beleidsaanbevelingen? In ons onderzoek vinden we dat er veel variatie is in de pensioenopbouw en in de pensioenwensen. En dat roept eigenlijk om meer maatwerk en flexibiliteit in ons pensioenstelsel. De Sociaal-Economische Raad is op dit moment aan het verkennen of het mogelijk is om over te gaan naar persoonlijke pensioenvermogensopbouw met collectieve elementen. En vanuit ons onderzoek juichen we erg toe dat ze hier samen uitkomen en dat we op die weg verder kunnen. Want dan is meer maatwerk en flexibiliteit in het pensioenstelsel mogelijk.